Goedemiddag, vanochtend lokaal al vorstende grond, dus wat rijp op de plantjes. En de komende nachten zullen we dat vaker gaan zien. Maar vanmiddag hebben we in eerste instantie toch veel ruimte voor de zon. Verspreid over het land gaan stapelwolken ontstaan. En de temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op ongeveer 12 graden. Door een hoge drukgebied in de buurt is er niet veel wind. Vannacht een opklaring en met name in de zuidoostelijke helft, temperaturen rond het vriespunt. En dan gaat er op veel plaatsen ook dichte mist ontstaan. Zeker op fietsbruggetjes is het even uitkijken, want daar kan het dan lokaal glad worden. Nou, aan de kust wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 7. Morgen overdag is mist, met name in het zuidoosten van het land, echt lang hardnekkig. Blijft die mist tot in de middag hangen, wordt het niet veel warmer dan een graad of 7. Schijnt de zon, kan de temperatuur oplopen naar zo'n 11 tot lokaal 13 graden. Vrijdag hebben we eenzelfde weerbeeld. Met met name in de zuidelijke helft van het land: toch kans op hardnekkige, langdurige mist en grote temperatuurverschillen. In het weekend raken we de koude nachten kwijt. Gaat ook de temperatuur omhoog. En misschien dat op zondag lokaal dan een spat regen valt. Ik wens u verder nog een fijne middag.